Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik na lange tijd weer eens een favoriete filmpje voor jullie opgenomen. En hier was laatst naar gevraagd onder in de comments of ik dat weer eens wilde doen. En vandaag dacht ik, why not? Ik zet lekker de camera aan en ik ga jullie al mijn favorieten laten zien van de afgelopen tijd. Daarbij kun je denken aan mijn favoriete app, mijn favoriete lifestyle, beauty en fashion items. Hier ligt van alles voor me en ik heb ook al wat dingen in mijn hoofd die ik wil vertellen. Dus als je benieuwd bent naar mijn favoriete items van de afgelopen tijd, dan moet je vooral blijven kijken. En doe trouwens ook zeker je duimpje omhoog als je meer van dit soort favoriete video's wilt zien. Dan ga ik er ook gewoon wat meer tijd aan besteden en wat vaker van dit soort filmpjes opnemen. Dus laten we maar snel beginnen met mijn favorieten. Mijn eerste favoriet van vandaag is een app genaamd Snups. En Snups is een soort van mix tussen Instagram en Pinterest. En ik ga jullie gewoon even kort laten zien wat je hier allemaal mee kunt doen en waarom ik dit zo'n fijne app vind. Allereerst is dit een hele handige app voor verzamelborden. Je kunt bijvoorbeeld je eigen shelf aanmaken en een shelf, daarmee kun je denken aan een soort van verzamelcollectie met beauty items, met je favoriete make-up. Of een shelf met fashion items, jouw favoriete outfits, jouw favoriete kledingstukken of favoriete schoen. Je kunt echt van alles en nog wat in jouw collages verwerken. Ik zelf heb nu twee collages. Eén collage die heet Beauty en eentje met outfit ideas. En in outfit ideas doe ik mijn favoriete outfits. Als ik bijvoorbeeld op een dag geen inspiratie heb, dus niet weet wat ik aan moet trekken, dan kijk ik gewoon even in mijn shelf en dan denk ik, oké, dat is een outfit, dat is een leuke outfit, dat is leuk. En dan kijk ik gewoon weer in mijn kledingkast en denk ik, oké, hoppa, dat trek ik vandaag aan. Ik heb geen inspiratie, dus ja, dan kan ik beter gewoon naar mijn oude outfits kijken. Want daar heb ik toch al moeite voor gedaan en ik weet al wat het is. Dus dat is zeg maar iets waar ik het meest voor gebruik, voor mijn outfits dus. Ik vind het ook heel erg leuk om andere mensen te volgen op Snups. En waarom? Omdat zij ook weer leuke dingen hebben waar ik inspiratie uit kan halen. En dan kun je dus kijken bij Explore. En daar zie je allemaal andere accounts en allemaal andere soorten shelves die mensen hebben aangemaakt. Nou kun je dus bijvoorbeeld kijken bij make-up. Ja, je kan er echt zoveel verschillende dingen mee doen. Mensen kunnen jou ook volgen, dus die kunnen ook weer inspiratie uit jou halen. En ook bijvoorbeeld met kledingstukken van anderen doe ik weer inspiratie op als zij een leuke outfit aan hebben. En ik wil weten waar hun t-shirt vandaan komt of hun broek. Ze zetten alles er gewoon bij. Dus dan hoef je ook niet meer aan personen te vragen zoals bijvoorbeeld op Instagram. Dan moet je echt een comment achterlaten waar haal je dit vandaan. Of soms taggen mensen nog wel eens, maar bij Snups kun je dus alles gewoon makkelijk terugvinden omdat mensen een hele omschrijving erbij hebben staan. Dus dat vind ik super handig aan deze app. Wat je kunt doen, je kunt die app gratis downloaden in de App Store. Ik heb er niks voor betaald en je kunt er gewoon een account aan maken. En je kunt mij natuurlijk ook volgen op Snups. En mijn account is Manon Tilstra. En ik post regelmatig nieuwe outfit ideetjes of mijn favoriete lipsticks en zo. Dat staat er allemaal in. Dus het is zeker leuk om daar eens naar te kijken. Nou, dan was dat mijn favoriete app die ik vandaag met jullie wilde delen. En dan ga ik nu verder met mijn favoriete fashion item op dit moment. En dat zijn deze stoere laarsjes van de H&M. En ik dacht, ik laat ze nu maar gelijk in deze video zien voordat ze niet meer verkrijgbaar zijn. Want ik weet dat schoenen bij de H&M echt super hard gaan. Maar dit zijn hele stoere boots met een grove hak en dan een soort van anti-slipsol. En ze zijn grijs van kleur en hebben een soort van nep-suede stofje. En het, zijn meer een beetje, het is een beetje dat Chelsea model. Ze zitten super lekker en ik draag ze heel erg graag met een panty en dan een leuk rokje. Of een hoge broek en dan een skinny jeans erin of zo en een leuk blouseje erbij. Het is echt, ja, heel erg leuk om te combineren met van alles en nog wat tijdens de herfst. Dus dit zijn op dit moment mijn favoriete schoenen. Dus ook mijn favoriete fashion item. Dan heb ik hier nog een fashion item. Een horloge. Hoort het bij lifestyle of bij fashion? Ik denk eerder bij fashion. En dit is een horloge van Triwa. Die heb ik een tijd geleden ontvangen. Die had ik ook al in de shoplog laten zien. Maar ik draag deze bijna iedere dag omdat hij zo makkelijk te combineren is. Hij is rosé kleurig en rosé past sowieso bij, ja, alles eigenlijk wel. Het is echt een hele mooie, chique kleur. En ik vind ook het, zeg maar die schakeltjes die erin zitten heel erg mooi. En hij is ook niet te groot, niet te grof, maar gewoon heel chique en ja, netjes om te zien. Dus dit is zeker een favoriet die ik ook nog even wil laten zien. Want ja, dit is gewoon iets wat ik vaak draag de afgelopen tijd. Dus dat hoort wel in zo'n video als vandaag. Dan heb ik hier nog een lifestyle of eigenlijk accessoire item moet ik eerder zeggen. En dat is een portemonnee. En deze is van By Lulu. En dat is echt een superleuk merk met allerlei verschillende soorten printjes, opdrukken, modelletjes. Echt van alles en nog wat hebben ze in hun webshop. En ik heb deze een tijd geleden ontvangen, maar eigenlijk sinds kort gebruik ik hem pas. En ik dacht, ik ga deze toch wel even laten zien aan jullie, want hij is zo handig om mee te nemen. Wat erin zit aan de zijkant is een telefoonvakje. Dat vind ik ideaal. En dan zit er ook nog een spiegeltje in.
Ik stop gewoon mijn telefoon hierin en dan neem ik hem mee als tas eigenlijk. Dit is het enige wat ik dan meeneem naar mijn afspraak. Bijvoorbeeld als ik eventjes de stad inga, dan hoef ik geen tas mee. Dit is gewoon het enige wat ik vasthoud. Doe ik hem zo op mijn pols heen en ik ben gewoon goed om te gaan. Ik vind het printje ook heel erg leuk en de binnenkant is ook heel groot. Je hebt echt van alles hier aan de binnenkant van die vakjes waar je bonnetjes kwijt kunt. Pasjes, alles past erin. Hij is best wel groot, maar daarom vind ik hem juist ideaal omdat mijn telefoon erin past. Dus daarom neem ik hem ook heel erg graag mee. Dus dat is zeker ook een favoriet van mij. En dan ga ik nu verder met mijn beauty favorieten. Te beginnen bij deze droogshampoo. Deze gebruik ik de afgelopen tijd super vaak. Vooral omdat mijn haar snel vettig wordt. Dit is de Aussie Awesome Volume droogshampoo. En die ziet er zo uit. En dit is een hele fijne droogshampoo omdat hij 1. Lekker ruikt. 2. Hij laat geen witte waas achter. En 3. Mijn haar voelt volumieus. En dat vind ik heel erg belangrijk met een droogshampoo. Dat hij volume creëert, maar ook dat hij het vet weghaalt. En daar is deze heel erg goed voor geschikt. Dus ja, dat is zeker een fijn product om eens te testen. Heb ik hier nog een heel leuk favoriet. En dat is deze nieuwe parfum van Marc Jacobs. Hier heb ik onlangs een review over geschreven op mijn blog. En dat is de Marc Jacobs Decadence, als je het zo uitspreekt. En dit is een super mooi parfum. Hij ziet er niet alleen mooi uit, hij ruikt ook heel erg lekker. Hij is heel warm, heel sensueel. Echt een perfecte herfst-wintergeur. En even serieus, hoe mooi is dit flacon? Het is een soort tasje. Ik zou hem dan niet als tasje gebruiken, want dan ben ik gewoon veel te bang dat dit losvalt. Maar het is zo leuk en mooi en er is zo goed over nagedacht dat het echt iets is wat ik aan jullie wilde laten zien vandaag. Dus dat is een favoriet beauty item nog van mij. Heb ik ook nog een favoriete foundation die ik ook nu op mijn gezicht heb. En daar is zoveel vraag naar geweest in mijn afgelopen vlogs en video's. Welke foundation draag je? Dat is dus deze. Dit is de Infallible 24 Hours Matte van L'Oreal. En dit is een matte foundation die mijn gezicht de hele dag mat houdt. Ik hoef serieus mijn gezicht niet meer af te poederen. En dat moest ik voorheen wel met andere foundations. Nu is mijn gezicht zo mooi mat en ja, voelt het eigenlijk ook wel een beetje droog aan. Maar dat komt dus door die foundation. En poeder is overbodig vanaf nu. Dan heb ik tot slot hier nog 2 lipproducten die ik ook nu op mijn lippen heb aangebracht. Omdat jullie het dan ook gelijk even kunnen zien. Dit is de lipstick MAC Kinda Sexy. Een hele mooie peachy nude-achtige kleur die vrijwel iedereen mooi zal staan. En deze is mat. Of eigenlijk heeft hij een beetje een... Hij is niet mat mat. Hij is wel een beetje sheer. Ik weet eigenlijk, het is ervan afgevaagd. Maar ik zal even hieronder bijzetten of het een cream sheen is of dat dit een matte lipstick is. Ik weet het namelijk niet meer zeker. Het is namelijk vervaagd. Kijk, je kan het niet zien. Dus dat is Kinda Sexy. En dan heb ik hier natuurlijk mijn MAC Soar Lip Liner. En daar is ook super vaak naar gevraagd waar ik hem heb gekocht. Want hij schijnt dus overal uitverkocht te zijn. Deze heb ik in Antwerpen gekocht een tijd geleden. Dus ik weet niet of die daar nog beschikbaar is. Verkrijgbaar is. Maar die van mij komt vandaar. En ik weet dat ze in Nederland bijna overal steeds uitverkocht zijn. Dus je moet er echt heel snel bij zijn als ze weer op voorraad zijn. Maar dat was eigenlijk het laatste wat ik in deze video aan jullie wilde laten zien. Mijn favoriete beauty producten, fashion, lifestyle en mijn favoriete app hebben jullie nu gezien. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien wat mijn favorieten waren van de afgelopen tijd. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk zie ik jullie weer in de volgende. Doei!